Dale Carnegie's boek Hoe je vrienden wint en mensen beïnvloedt is een van de meest effectieve boeken ter wereld over menselijke relaties. Als u uw sociale IQ wilt verbeteren, meer invloed wilt hebben en uw leiderschapsvaardigheden wilt verbeteren, dan moet dit boek uw Bijbel zijn. Ook al is het boek 84 jaar geleden geschreven, het is nog steeds van toepassing en daarom is het een van de meest verkochte boeken ter wereld. In deze video vat ik het enige boek samen. Na het bekijken van de video kunt u zeggen dat u dit boek hebt gelezen, want elk hoofdstuk en belangrijke informatie wordt behandeld. Deel 1. Fundamentele technieken in de omgang met mensen. Hoofdstuk 1. Niet bekritiseren, veroordelen of klagen. Mensen bekritiseren zichzelf nergens voor, hoe fout ze het ook hebben. Onthoud dat mensen wezens van emoties zijn en dat ze gemotiveerd worden door hun ego en trots. Mensen bekritiseren zet hen bijna altijd in de verdediging en ze vinden manieren om hun daden te rationaliseren. Zelfs familieleden van criminelen gaan vaak in de ontkenning en geven het systeem de schuld van de misdaden in plaats van de persoon zelf. Kritiek kwetst iemands trots en gevoel van belangrijkheid. Onthoud dat mensen wrok kunnen koesteren over beledigingen die een leven lang kunnen duren. De beroemde vliegtuigtestpiloot Bob Hoover vloog terug van een vliegshow in San Diego toen plotseling beide motoren uitvielen. Met indrukwekkend vliegwerk wist hij het vliegtuig te landen en de inzittenden te redden. Helaas was het vliegtuig zwaar beschadigd. De reden voor de schrijnende motorstoring was dat het propellervliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog per ongeluk was gevuld met jet fuel. Terug op het vliegveld zag Hoover de monteur die de fout had gemaakt. De jonge man was in tranen en wist hoe woedend Hoover moest zijn over het verlies van zijn dure vliegtuig en het gevaar voor de 3 mensen aan boord. Dus schreeuwde Hoover tegen hem? Schold hij hem uit? Bekritiseerde hij hem? Helemaal niet. Sterker nog, Hoover zei dat om zijn vertrouwen te tonen dat de monteur zijn lesje had geleerd. Hij dezelfde monteur de volgende dag zijn vliegtuig zou laten onderhouden. De reden voor Hoovers welwillendheid was misschien dat hij iets wist dat de psycholoog B.F. Skinner lang geleden had ontdekt. De dieren die worden beloond voor goed gedrag effectiever leren dan dieren die worden gestraft voor slecht gedrag. Hetzelfde geldt voor mensen. Hen bekritiseren zal hen niet aanmoedigen om hun gedrag te veranderen, omdat ze niet in de eerste plaats door reden, maar door de emotie worden gedreven. Elke zwakke persoon kan kritiek leveren of klagen. Er is echt karakter voor nodig om te begrijpen en te vergeven. Hoofdstuk 2. Geef eerlijke en oprechte waardering. Een van de sterkste drijfveren van menselijk gedrag is het verlangen om door anderen gewaardeerd te worden. We vinden het allemaal leuk om complimenten te krijgen en te horen dat we goed werk leveren. Sommige mensen beweren zelfs dat de hele beschaving uiteindelijk berust op het menselijk verlangen om belangrijk te zijn. Ons verlangen naar goedkeuring en lof zorgt ervoor dat we de hoogste bergen beklimmen, romans schrijven en miljoenen bedrijven oprichten. U hoeft iemand geen mooie titel te geven om uw waardering te tonen. Het is genoeg om eenvoudige zinnen te gebruiken als dank u en het spijt me, terwijl u ook oprechte eerlijke lof geeft. Overlaat mensen niet met valse vleierij of ze zullen het doorzien. Stop in plaats daarvan even met aan uzelf te denken en richt u op de goede punten van de persoon voor u. Zorg er ook voor dat de ander zich belangrijk voelt. Om in de juiste geest te komen, probeer te denken als Ralph Waldo Emerson, die zei dat elk persoon die hij ontmoette in bepaalde opzichten superieur was aan hem. Dus er was altijd iets te leren van en waarderen in andere mensen. Of denk aan de gouden regel. Behandel anderen zoals u wilt dat anderen u behandelen. Dus de volgende keer dat u ergens een vermoeide, vervelende, ondergewaardeerde servicemedewerker ziet, probeer dan hun dag op te fleuren met wat waardering. Laat gedurende de dag kleine vonken van waardering achter en u zult verbaasd zijn hoe positief mensen reageren als hun honger naar erkenning wordt gestild. U zult snel iemand worden die anderen aardig vinden en waar ze graag mee werken. En het beste van alles is dat u een positieve invloed hebt op het leven van de mensen om u heen.
Hoofdstuk 3. Doe een beroep op andermans interesse. Laten we zeggen dat u van cheesecake houdt. Als u gaat vissen, knoopt u geen cheesecake aan het einde van uw lijn. U bevestigt wat de vis wil, namelijk een worm. Waarom behandelt u mensen anders? Natuurlijk bent u geïnteresseerd in wat u wilt, maar niemand anders is dat. Iedereen is net als u. We willen allemaal wat we willen. De enige manier om andere mensen te beïnvloeden is te praten over wat ze willen en ze te laten zien hoe ze het kunnen krijgen. Elke persoon in de wereld weet wat hij wil en geeft om wat hij krijgt. Benader ze vanuit deze richting. Voordat u spreekt, pauzeer en vraag: wat kan de ander hieruit halen? Daag zelfs uzelf uit om niets te zeggen over wat u wilt. Laat andere mensen onophoudelijk zien dat u hen wilt helpen. De wereld zit vol met mensen die op zichzelf uit zijn. Dus de zeldzame persoon die onbaatzuchtig anderen dient, heeft een enorm voordeel. Andrew Carnegie had een schoonzus, wiens kinderen nooit brieven terugschreven. Hij wedde met iemand dat hij een antwoord kon krijgen zonder erom te vragen. Hij schreef brieven met de vermelding dat hij een biljet van $5 stuurde, maar liet dat achterwege. Zeker, ze antwoordde, bedankte hem voor het schrijven en vroegen waar het geld was. Deel 2. 6 manieren om ervoor te zorgen dat mensen u aardig vinden. Hoofdstuk 1. Wees oprecht geïnteresseerd in andere mensen. Wie is universeel geliefd als vriendelijk en benaderbaar? Een hond. Ze zijn altijd opgewonden om u te zien en lijken alsof u het belangrijkste in hun wereld bent. Interesse tonen in andere mensen zorgt ervoor dat ze zich belangrijk voelen. We houden allemaal van mensen die ons bewonderen. Mensen zijn niet geïnteresseerd in u of mij. Ze zijn geïnteresseerd in zichzelf, elke dag, hun hele leven lang. Als u een groepsfoto ziet, naar wiens gezicht kijkt u dan eerst? Onthoud dat u veel gemakkelijker vrienden maakt door in hen geïnteresseerd te zijn, dan door te proberen hen in u geïnteresseerd te krijgen. Vraag mensen naar hun achtergrond en hun doelen. Denk aan problemen die mensen hebben en als u een oplossing tegenkomt, deel die dan met die persoon. Doe uw best om te praten met mensen die onder uw niveau zitten. Werknemers die niet aan u rapporteren, servicemensen enzovoort. Voor mensen boven uw niveau, toon oprecht interesse in hen, hun werk en hun advies. Ze voelen zich belangrijk als ze de geheimen van hun succes kunnen doorgeven. Hoofdstuk 2. Glimlach. Een glimlach zegt: ik vind je leuk. Je maakt me blij. Ik ben blij je te zien. Het is een boodschap van goede wil. Ooit besloot een New Yorkse effectenmakelaar met de naam William B. Steinhardt op aanraden van de auteur iets nieuws te proberen. Steinhardt, voorheen een beruchte chagrijn die zelden glimlachte in zijn persoonlijk of professionele leven, nam zich voor gewoon meer te glimlachen. Door zichzelf een pep-talk te geven in de spiegel op de ochtend dat zijn experiment begon. Hij begon de dag door zijn vrouw met een glimlach te begroeten. Dan te glimlachen naar de portier van zijn gebouw. Dan de cashière van het metrohokje. Dan de handelaars op de beursvloer. En zijn collega's op kantoor. Het resultaat? Mensen begonnen terug te glimlachen. Thuis zei Steinhardt dat er meer geluk was geweest in de eerste 2 maanden van het experiment dan in het hele jaar ervoor. Bovendien ontdekte hij dat hij op het werk klachten en grieven gemakkelijker te behandelen kreeg, waardoor hij meer inkomsten kreeg dan voorheen. Kortom, hij was een rijker en gelukkiger man. Zoals het verhaal laat zien, kan een glimlach ver gaan. Als iemand die we net hebben ontmoet naar ons lacht, zijn we geneigd hem automatisch aardig te vinden. De glimlach van een baby bijvoorbeeld geeft ons onmiddellijk een warm en donzig gevoel. Net als het zien van een hond die kwispelt uit pure vreugde om ons te zien. Dus als u uzelf onmiddellijk sympathiek wilt maken voor iemand, laat dan zien dat u blij bent hen te zien door te glimlachen. Als ze zien hoe blij u bent om hen te ontmoeten, kunnen ze niet anders dan ook blij zijn om u te zien. Hoofdstuk 3. Onthoud dat de naam van een persoon voor die persoon de liefste en belangrijkste klank is in elke taal. Een naam is iemands identiteit. Het maakt haar uniek tussen alle anderen. Dit principe heb ik vroeger altijd genegeerd
En als ik een nieuw iemand ontmoette, hoorde ik zijn naam en na 5 seconden was ik hem vergeten. En als ik later zijn naam nodig had, verontschuldigde ik me door te zeggen: "Het spijt me, ik ben erg slecht met namen. Kunt u alstublieft uw naam nog eens herhalen?" Na het lezen van het boek merkte ik dat dit een grote fout was. Als u de naam van een ander onthoudt, laat dat zien dat u echt heeft geluisterd en dat het u wat kan schelen. Het gebruik van namen vermindert de barrière en zorgt ervoor dat andere mensen zich dichter bij u voelen. Tegenwoordig, als ik iemand ontmoet, let ik echt op de eerste paar seconden als ze hun naam noemen. En in plaats van gewoon leuk je te ontmoeten, zeg ik altijd: "Leuk je te ontmoeten, Tom." Door de naam te herhalen onthoud ik hem beter en voelt de ander zich verbonden met mij. Dus de volgende keer als u naar de sportschool gaat of ergens anders, in plaats van te zeggen: "Hoi, hoe gaat het met je?" zeg: "Hoi Thomas, hoe gaat het vandaag met je?" U zult het verschil zien. De naam zeggen is een subtiel en welkom compliment. Vergeten of verkeerd gespeld is een verlammende fout die suggereert dat u er niet genoeg om gaf om het goed te doen. Mensen betalen veel geld om hun naam na hun dood herinnerd te zien, door gebouwen een naam te geven, parken aan hun naam te laten opdragen, enzovoort. Een zakenman die zich de namen van zijn belangrijke klanten niet kan herinneren, zegt gewoon: "Ik geef niet om een groot deel van mijn zaken." Carnegie wilde fuseren met een autobedrijf, genaamd Pullman. Toen Carnegie zei dat het nieuwe bedrijf nog steeds Pullman zou heten, werd Pullman veel enthousiaster. Als u problemen hebt met het onthouden van namen, zorg er dan voor dat u ze opvangt als ze de eerste keer in een gesprek ter sprake komen en vraag om ze te herhalen of indien nodig zelfs te spellen. Herhaal het dan meerdere keren tijdens het gesprek. Ten slotte, wanneer u alleen bent, maak een soort verbinding om het beter te onthouden. Hoofdstuk 4. Wees een goede luisteraar. Moedig anderen aan om over zichzelf te praten. Iemands leven is het belangrijkste voor die persoon. Iemands hoofdpijn betekent meer voor hem dan een hongersnood die 1 miljoen mensen doodt. Als u iemand laat praten, voelt die persoon zich belangrijk en gevleid. Iedereen heeft voor zijn gevoel moeilijke tijden meegemaakt. En ze praten er graag over als ze die hebben overwonnen. Vraag hiernaar. Of nog beter, combineer dit met een andere tip. Namelijk, geef oprechte waardering en lof. Vertel hen hoe boeiend hun verhalen zijn en hoe u wou dat u hun kennis of ervaring had. Tijdens een gesprek zijn de meeste mensen zo in beslag genomen door wat ze vervolgens zelf willen zeggen, dat ze nauwelijks naar de ander luisteren. Echt luisteren betekent een bewuste inspanning leveren, om de ander uw volledige aandacht te geven. En de voordelen van deze aanpak zijn aanzienlijk. De auteur woonde eens een diner bij in New York, waar hij een botanicus ontmoette. Omdat hij er nog nooit een had ontmoet, luisterde de auteur urenlang naar hem, geboeid door de beschrijvingen van exotische planten en experimenten. Later merkte de botanicus aan de gastheer op wat een interessante gesprekspartner de auteur was. Maar het punt is dat de auteur nauwelijks iets zei. Hij was slechts een goede, geïnteresseerde luisteraar. Voordat ik het boek las, had ik nooit aandacht besteed aan dit principe. Als ik met iemand praatte, wacht ik altijd tot de persoon klaar was met praten, zodat ik het onderwerp kon veranderen naar mijn interessegebied. Of terwijl de persoon praatte, dacht ik voortdurend aan de dingen die ik zou zeggen als de persoon klaar was. En als de persoon klaar was, loste ik de informatie die ik interessant vond. Hoofdstuk 5. Praat in termen van het belang van de ander. Gebruik makend van een eerdere analogie: waarom vissen met cheesecake? Vis met het aas dat de partner wil. Mensen zijn meestal veel enthousiaster over onderwerpen waar zij om geven dan over onderwerpen waar alleen u om geeft. Voordat u iemand ontmoet, onderzoek zijn interesses grondig, zodat u een actieve kennis hebt van het gebied. Identificeer iemands belangrijkste doelen. Praat dan over hoe u hem kunt helpen zijn doelen te bereiken. Bijvoorbeeld: mijn doel met dit YouTube-kanaal is om 15.000 abonnees te bereiken in de komende 4 maanden. En om dat doel te bereiken, als ik naar u toe kom en zeg: "Jongens, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal, want ik heb een doel te bereiken," dan zou het u waarschijnlijk niks kunnen schelen. Dat betekent helemaal niks voor u. Maar als ik u daarentegen met deze video nuttige informatie kan geven, wat positieve waarde aan uw leven kan toevoegen, en u enkel daarna vraag om u te abonneren
en de notificatiebel te openen om te profiteren van mijn toekomstige video's, dan is er een grote kans dat u het zult doen. Want als u deze video bekijkt, ga ik ervan uit dat u geïnteresseerd bent in uw persoonlijke groei en dat het zien van mijn toekomstige video's interessant voor u kan zijn. Zoals u ziet heb ik mijn doel niet eens genoemd. Ik had het over de voordelen die u zult krijgen. Hoofdstuk 6. Laat de ander zich belangrijk voelen en doe het oprecht. Bijna alle mensen die u ontmoet voelen zich op de een of andere manier superieur aan u. Laat hen op een subtiele manier beseffen dat u zich bewust bent van hun belang. Doe omgekeerd geen dingen die de ander vernederen en hem of haar het gevoel geven klein of onbelangrijk te zijn. Geef lof zonder iets van hem te willen, alleen om geluk uit te stralen en hem op te beuren. Dit principe is een soort recapitulatie van vorige principes, dus ik zal hier niet te veel tijd aan besteden. Deel 3. 12 manieren om mensen voor uw manier van denken te winnen. Lof is goed en wel, maar wat doet u als iemand het niet met u eens is? Dat is het volgende onderwerp van How to Win Friends and Influence People. Samengevat, zet uw instinct om vuur met vuur te bestrijden opzij. Mensen houden er niet van ongelijk te krijgen. Ze geven niet graag toe dat ze van gedachten moeten veranderen. Hoezeer u ook gelijk hebt, ze verlangen naar belangrijkheid en hen corrigeren beledigt hun trots. U vindt het belangrijk dat u gezien wordt als de slimste persoon in de kamer, maar dat zal u kwalijk genomen worden. Hoofdstuk 1. De enige manier om het beste uit een ruzie te halen is deze te vermijden. Ruzie maken met een ander heeft niet veel zin. Als u verliest, verliest u de ruzie. Als u wint, zal de ander u kwalijk nemen dat u zijn trots hebt gekrenkt, waardoor u hem nog steeds niet echt gewonnen hebt. En 9 van de 10 keer maakt de ruzie de ander alleen maar sterker in zijn standpunt dan voorheen. Daarom is de enige oplossing dergelijke ruzies vanaf het begin te vermijden. Als een ruzie begint, wantrouw dan de eerste reactie die in u opborrelt. Want dat is meestal een instinctief defensieve. En wat u ook doet, beheers uw temperament. Luister zonder verzet of protest naar wat uw tegenstander te zeggen heeft en beloof zijn gedachten zorgvuldig te onderzoeken. Probeer de gebieden te vinden waar u het mee eens bent. Dit zal de defensieve houding van uw tegenstander helpen verminderen. Hoofdstuk 2. Begin vriendelijk. Een vijandige houding nodigt alleen maar uit tot wederzijdse vijandigheid. Mensen willen niet van gedachten veranderen. Ze kunnen niet gedwongen worden het met u eens te zijn. Maar ze kunnen er wel toe gebracht worden. Denk na over hoe u een dier naar u toe laat komen. Jaagt u er snauwend achteraan of biedt u voedsel aan? Een druppel honing vangt meer vliegen dan een liter gal. Iemand had een moeilijke huisbaas die zijn huur verhoogde. In plaats van te klagen over hoe oneerlijk dit was, sprak hij over hoezeer hij het huis waardeerde en de manier waarop de huisbaas het gebouw runde en hoe graag hij nog een jaar zou blijven, maar het zich niet kon veroorloven. Hoofdstuk 3. Toon respect voor de mening van de ander. Zeg nooit, je hebt het mis. Wanneer mensen worden aangevallen omdat ze het mis hebben, zullen ze hun mening tot de dood verdedigen. Ze zullen het hoofdpunt uit het oog verliezen, in de hoop kleine uitzonderingen te vinden als hun bewering waar is. We vormen overtuigingen achterloos, maar ontwikkelen dan een irrationele passie om ze te verdedigen wanneer iemand dreigt te bewijzen dat we ongelijk hebben. Denk aan het verhaal over hoe de auteur een binnenhuisarchitect inhuurde om gordijnen voor zijn huis te maken. Na afloop schrok hij van de hoogte van de rekening en toen hij de prijs noemde aan een vriendin, riep ze uit dat hij duidelijk te veel had betaald. Beledigd verdedigde de auteur zijn daden door uit te leggen dat de hoge prijs een indicator van de kwaliteit was. Maar toen een andere vriend binnenkwam en dezelfde gordijnen begon te prijzen, gaf de auteur deze keer toe dat hij eigenlijk vond dat hij te veel had betaald en spijt had van de aankoop. Deze positieve benadering ontwapende hem en hij kon vrijelijk zijn fout toegeven. Weet u, wanneer u iemand vertelt dat hij het mis heeft, zegt u eigenlijk: ik ben slimmer dan jou. Dat is een directe aanval op hun gevoel van eigenwaarde. En ze zullen terugslaan omdat u duidelijk geen respect hebt voor hun mening. Hoofdstuk 4. Als u fout zit, geef dat dan snel en nadrukkelijk toe. De auteur liep eens met zijn hond Rex in een nabijgelegen bos. Rex liep graag los en droeg dus geen muilkorf of riem. Helaas kwamen ze een politieagent tegen die de auteur streng vertelde dat dit illegaal was,
maar dat hij hen voor deze ene keer zou laten gaan met een waarschuwing. De auteur gehoorzaamde, maar Rex hield niet van de muilkorf, dus al snel gingen ze weer over tot de orde van de dag. Toen betrapte dezelfde agent hem weer. Deze keer, nog voordat de agent zijn mond opendeed, zei de auteur zelf hoe erg hij het vond en hoe onaanvaardbaar zijn wandaad was. Normaal gesproken zou de agent waarschijnlijk boos zijn geweest en hem een boete hebben gegeven. Maar dankzij deze voorafgaande schuldbekentenis deed hij het tegenovergestelde. De agent begon te betogen dat het hondje echt niemand kwaad deed, accepteerde Carnegie's verontschuldigingen en liet hen hun weg vervolgen. Uw fout toegeven helpt omdat de ander meestal probeert zich belangrijk te voelen door u te bekritiseren over uw fout. Maar op het moment dat u uw schuld toegeeft, verandert de situatie volledig. Om zich belangrijk te voelen kunnen ze u nu niet meer aanvallen, maar moeten ze edelmoedigheid tonen door u te vergeven. Dit is precies wat de politieagent in het voorbeeld zo mild maakte. Dus de volgende keer dat u beseft dat u fout zit, geef dat dan enthousiast toe. Het zal betere resultaten opleveren. En u zult merken dat het eigenlijk veel leuker is dan u te moeten verdedigen wanneer de ander u op uw fout wijst. Hoofdstuk 5. Laat de ander veel praten. Iemand die het niet met u eens is, zal u geen aandacht schenken, terwijl hij of zij huilt om zijn of haar eigen uiting. Moedig hen dus aan om hun ideeën volledig te uiten. U heeft vast wel eens een discussie gezien waarbij geen van beiden naar de ander luisterde, omdat ze het gevoel hadden dat hun punten niet werden erkend door de andere partij. Weersta dus altijd de verleiding om de persoon te onderbreken. Dit is kostbaar elke keer dat u het doet. Stel u voor dat er een lege fles is die zich vult als de persoon praat. Als de fles vult, wordt de persoon veel ontvankelijker voor nieuwe gedachten. Voordat de fles vol is, voelt de persoon zich niet gehoord. Elke keer dat u onderbreekt, maakt u de fles leeg en moet u opnieuw beginnen. Hoofdstuk 6. Probeer de dingen eerlijk te zien vanuit het gezichtspunt van de ander. Als u in hetzelfde lichaam was geboren als uw partner, zijn of haar ervaringen had en de wereld door dezelfde lens zag, zou u per definitie tot dezelfde conclusies komen. Beschouw de ideeën en gevoelens van de ander even belangrijk als die van uzelf. Stel u voor dat u vanuit het lichaam van een ander naar buiten kijkt. Het aannemen van deze houding is eigenlijk productief. Het zal u helpen de belangen van uw partner te ontdekken en uw argumenten verwoorden om zijn of haar belangen aan te spreken. Bijvoorbeeld, plaats u zelf in de plaats van de interviewer. Denkt u dat zij geniet van het interviewproces en het praten met tientallen mensen? Ze hoopt ook dat de volgende persoon die binnenkomt de juiste pasvorm heeft. Ze wil de gesprekken ook beëindigen. Verander uw perspectief. In plaats van een gesprek te zien als een ontmoeting om uw probleem op te lossen, zie het als een ontmoeting om het probleem van een ander op te lossen. Als u u richt op hun problemen en uitlegt hoe u die gaat oplossen, dan wordt uw probleem ook opgelost. Hoofdstuk 7. Heb begrip voor de ideeën en verlangens van de ander. Elke boze persoon voelt zich volledig gerechtvaardigd in zijn woede, ongeacht wat u gelooft. Denkt u dat als u boos bent, u tegen uzelf zegt: ik weet dat ik irrationeel ben en dat mijn boosheid nergens op slaat, maar ik ga toch boos zijn? Mensen zijn hongerig naar sympathie. Ze willen dat wij herkennen wat ze voelen. En als wij met anderen kunnen meeleven, zullen zij ook onze kant waarderen en vaak met ons meeleven. Hoofdstuk 8. Begin met vragen waarop de ander ja zal antwoorden. Elke keer dat iemand nee zegt, raakt hij opgesloten in defensiviteit en consistentie vooroordelen. Begin dus niet met praten over de gebieden waarop jullie van mening verschillen. Begin met waar jullie het over eens zijn. Laat de persoon ja zeggen, in plaats van uw conclusie aan de persoon op te dringen. Leid haar naar uw conclusie door middel van een reeks logische vragen. Dit kan als een valstrik klinken als de persoon beseft wat u doet. Het is beter om dit te doen op een oprechte, geduldige toon, in plaats van op de toon dat u de antwoorden al weet. Stel moeilijke vragen met onduidelijke antwoorden, zodat het niet voelt alsof u de persoon in een hoek drijft. Deze techniek wordt veel gebruikt door verkopers. Bijvoorbeeld, stel dat ik mijn boeksamenvatting aan u wil verkopen. En ik zou zeggen: u lijkt me een persoon die graag leest, niet waar? U zou ja antwoorden. Dan zou ik zeggen: houdt u ervan geld te besparen? Bespaart u graag tijd? Waarschijnlijk zou uw antwoord weer ja zijn. Zodra ik deze ja's krijg, zou ik zeggen:
Koop mijn boeksamenvattingen. Het is precies wat u wilt. Het zal u tijd en geld besparen en u zult veel sneller een boek lezen. Hoe zou u zich dan voelen? Ik weet zeker dat u het gevoel zou hebben dat ik u iets wil aansmeren, dat u niet wilt. Zelfs als u mijn product goed vond, zou u zich door mijn aanpak laten afschrikken en waarschijnlijk weglopen. Hoofdstuk 9. Laat de ander voelen dat het idee van hem of haar is. Mensen vinden hun eigen ideeën leuker dan die van anderen. Als ze met hun eigen ideeën komen, voelen ze zich slim en belangrijk. Hun eigen ideeën uitvoeren in plaats van die van iemand anders geeft hen een gevoel van controle. Bijvoorbeeld, ik was eens aan het onderhandelen met een nogal taai persoon die niet van compromissen hield. Na een tijdje merkte ik dat het heel moeilijk zou worden om tot een overeenstemming te komen. Dus besloot ik deze tactiek toe te passen en zei, jij weet meer over dit onderwerp dan ik. Jij bent 's werelds expert op dit gebied. Dus ik wil jouw mening horen. Hoe kunnen we tot een overeenkomst komen? De persoon stopte even en begon me toen advies en opties te geven. Zijn benadering veranderde van een tegenstander in een mentor. Nadat ik al zijn opties had gehoord, koos ik er een uit en besloot die uit te voeren. Omdat hij mij de optie gaf, was hij veel meer betrokken en geïnteresseerd in een succesvolle uitvoering. Hoofdstuk 10. Beroep op het edele motief. Iemand heeft meestal twee redenen om iets te doen. Eén die goed klinkt en een echte. Vergeet de echte. Doe een beroep op hun hoogste morele principes. Bijvoorbeeld, als iemand de afspraak verbreekt, zeg dan dat uw indruk van het karakter van die persoon er een was van hoge integriteit. Geef ze wat tijd om erover na te denken. Komen ze terug en willen ze doorgaan, dan accepteert u dat zonder aarzeling en geeft u toe dat uw oordeel over het karakter verkeerd was. Maar u gelooft nog steeds persoonlijk dat ze een man van hun woord zijn en de overeenkomst niet zullen verbreken. Wij mensen willen de nobelere motieven die we stellen niet verliezen. Hoofdstuk 11. Dramatiseer uw ideeën. Aandacht is schaarser dan ooit tevoren. Zoek manieren om die te vragen zonder gimmicky te zijn. Alleen een waarheid verkondigen is niet genoeg. De waarheid moet levendig, interessant en dramatisch gemaakt worden. Zoek een manier om de inzet visueel weer te geven. Een verkoper van een kassa zag een trage kassa. Hij vertelde de eigenaar dat hij bij elke klant centen verloor. Hij gooide centen op de grond om zijn punt duidelijk te maken. Stel u voor hoe effectief dit zou zijn als hij dit herhaaldelijk bleef doen om het verloren geld te illustreren. Steve Jobs introduceerde de iPod als 1000 liedjes in je zak en had het niet over de GB's aan opslagruimte. Hier zijn een paar tactieken hoe u dit principe kunt toepassen. Zorg voor een visuele analogie. Toon objecten voor grootte, snelheid en kosten. Stel de kans gelijk aan dollars. Bijvoorbeeld, uw bedrijf verliest 1 Mercedes-Benz per dag door dit probleem niet op te lossen. Persoonlijk hou ik van deze tactiek en ik heb hem in het verleden vaak gebruikt. Bijvoorbeeld, toen ik mijn stage afrondde, moest ik een eindpresentatie geven over de resultaten. In totaal waren we met ongeveer 25 studenten. En onder hen was mijn presentatie een van de interessantste. Omdat ik tijdens mijn presentatie niet sprak over de saaie taken die ik in mijn Excel-lijst deed. Ik begon gewoon met zeggen dat mijn stage het bedrijf $1300 had bespaard. Toen ik dit eenmaal had gezegd, begon elke manager in het publiek aandachtig te luisteren en stelde aan het eind veel vragen. Om eerlijk te zijn, deed ik dezelfde saaie dingen als andere stagiaires. Ik zou zelfs zeggen dat ik minder deed. Het enige verschil was dat ik het aantal uren berekende dat ik had besteed en dat vervolgens omrekende in dollars. Aangezien het een onbetaalde stage was, kon ik gemakkelijk zeggen dat ik hen geld bespaarde. Want als een betaalde werknemer hetzelfde werk zou doen, moest het bedrijf een salaris betalen. Hoofdstuk 12. Gooi een uitdaging neer. Als motivatie niet werkt, organiseer dan een wedstrijd. Dit zet mensen in beweging omdat ze niet tweede willen worden. Het verlangen naar meesterschap en uitblinken is een fundamentele drijfveer voor gedrag. Bijvoorbeeld, als iemand onzeker is, trek dan subtiel zijn kracht in twijfel. Ik neem het u niet kwalijk dat u bang bent. Het is een zware baan. Er is een groot persoon voor nodig om de klus te klaren. Deel 4. Het laatste deel van dit boek gaat over het veranderen van mensen zonder aanstoot te geven of wrok te wekken. Hoofdstuk 1. Begin met lof en eerlijke waardering.
Het is altijd gemakkelijker om naar onaangename dingen te luisteren nadat we lof hebben gehoord over onze goede punten. Zonder lof klinkt het gewoon volkomen kritisch. Wanneer u lof uitspreekt, vermijd dan formeel te zijn. Dit is heel normaal in de bedrijfswereld, waar u een paar formele lofuitingen hoort en dan een groot kritisch punt en aan het einde weer kleine lofuitingen. Probeer in plaats daarvan altijd oprechte en specifieke lof te geven over specifieke punten in plaats van algemeenheden. Dit is nog effectiever wanneer de persoon weet dat u boos bent over het werk en naar u toe bent gekomen om te klagen. In deze situatie zal uw oprechte waardering een grote verrassing zijn en de persoon ontvankelijk maken voor uw feedback. Hoofdstuk 2. Vraag indirecte aandacht voor de fouten van mensen. Vermijd een directe aanval. Mensen weten doorgaans wat ze fout hebben gedaan. Expliciete aandacht vragen roept weerstand op. Hier zijn twee tactieken. Ten eerste, volg uw oprechte lof niet op met maar met en. Misschien hebt u gehoord dat wat voor maar komt niet telt. Hier zijn twee voorbeelden om te vergelijken. De eerste, je hebt uitstekend werk geleverd door hard te werken. Maar je had deze schrullige fouten kunnen voorkomen. Versus, je hebt uitstekend werk geleverd door hard te werken. En als je je hierna richt op het maken van een checklist, zul je je nauwkeurigheidspercentage verbeteren. De laatste aanpak vermijdt het negatieve gevoel van falen. Tweede tactiek. Als een taak uitvalt, doe het dan zelf en laat het werk vervolgens aan de persoon zien. John Wanamaker zag bijvoorbeeld dat een klant werd genegeerd aan de verkoopbalie, terwijl de verkopers in de hoek zaten te kletsen. Hij onderhield de vrouw zelf en gaf de aankoop vervolgens aan de verkopers om ingepakt te worden. Hoofdstuk 3. Praat over uw eigen fouten voordat u de ander bekritiseert. Uw eigen fouten toegeven laat zien dat u erkent dat de taak moeilijk is en dat de fouten van de persoon begrijpelijk zijn. Impliciet moedigt dit de persoon aan om naar uw niveau te stijgen. Carnegie zegt dat als u mensen wilt veranderen in uw manier van denken, u eerst moet praten over uw eigen fouten voordat u de ander bekritiseert. Zeg nooit, u doet het verkeerde of u moet dat niet doen. Dit zou de ander alleen maar in het defensief duwen en hij zal proberen zijn gelijk te halen met alle mogelijke verklaringen. Praat in plaats daarvan eerst over uw eigen fouten. Vertel hoe u zich voelt als u in hun schoenen stond en hoe fout u zat. Ik nam bijvoorbeeld studenten aan voor een stageprogramma voor een bedrijf waar ik enkele jaren geleden werkte. Tijdens het sollicitatieproces kon ik zien dat veel studenten zich niet echt konden uitdrukken vanwege de stress en de spanning. Ik weet zeker dat u dat gevoel kent. Zodra u de interviewruimte binnenkomt, daalt uw IQ-vermogen tot 20. En u kunt zelfs eenvoudige vragen niet beantwoorden. Dit maakte mijn werk ook moeilijk, omdat het moeilijk was om vast te stellen of de student het antwoord niet weet of dat hij niet kan antwoorden door de stress. De situatie wordt nog moeilijker als de leerling introvert en verlegen is. Dus probeerde ik hen altijd te kalmeren door hen te zeggen dat het gewoon een vriendschappelijk gesprek was en dat ze niet gestrest moesten zijn. Maar het werkte nooit. Op een dag besloot ik het interviewproces te beginnen met mijn eigen gênante interviewverhaal toen ik solliciteerde naar dezelfde functie als waar zij nu solliciteerde. Ik vertelde hoe ik de interviewster geen antwoord kon geven toen ze me vroeg of ik één sociale media platform op kon noemen dat vandaag de dag beroemd is. In die tijd was Facebook het grootste sociale media platform en ik gebruikte het elke dag. Maar ik kon zo'n eenvoudige vraag niet beantwoorden. De interviewster wachtte een paar seconden op mijn antwoord en zei toen in stilte, Facebook. Tot op de dag van vandaag kan ik niet begrijpen dat ik zo'n eenvoudige vraag niet kon beantwoorden. Door dit verhaal moesten de leerlingen lachen en zich ontspannen omdat ze konden zien dat ik ook in hun plaats heb gezeten. En door mijn eigen gênante verhaal toe te geven, voelden ze zich op hun gemak. Het laten zien dat we allemaal mensen zijn en dat we fouten maken in dit soort stressvolle situaties. Hoofdstuk 4. Stel vragen in plaats van bevelen te geven. Vragen stellen heeft vele voordelen. Ten eerste stelt het uw partner in staat zelfstandig tot haar eigen conclusies te komen. Mensen houden meer van hun eigen ideeën. Ten tweede geeft het de persoon controle en geeft hem het gevoel belangrijk te zijn. In plaats van de bevelen van iemand anders op te volgen, volgt de persoon nu haar eigen bevelen op. Ten derde stimuleert het de creativiteit van de partner. Er kunnen nieuwe, betere ideeën ontstaan.
Hier zijn een paar vragen die u kunt gebruiken. Denk je dat je hier zou kunnen werken? Wat denk je hiervan? Kunnen we verschillende manieren bedenken om het te doen? Hoofdstuk 5. Laat de persoon het gezicht redden. Mensen verlangen naar belangrijkheid. Als u dit belang wegbolt, zal de persoon u dat kwalijk nemen en later moeilijk te beïnvloeden zijn. Laat ze hun trots bewaren. Het boek geeft geen duidelijke richtlijnen over een algemene manier om dit te doen. Maar het draait om het behoud van de trots van de persoon en wat hij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld, toen een werknemer een fout maakte, verontschuldigde ze zich voor de fout. En ze zei dat ze het nieuwe rapport voor de volgende vergadering zou hebben. In plaats van haar slordigheid te bekritiseren, bedankte de manager haar voor haar werk. Zei dat het geen ongebruikelijke fout was voor een nieuw project. Sprak zijn vertrouwen in haar uit en wist dat ze haar best had gedaan. Hoofdstuk 6. Prijs elke kleine verbetering. Elke verbetering prijzen inspireert de ander om te blijven verbeteren. Nogmaals, houd in gedachte dat mensen hunkeren naar belangrijkheid als voedsel. En het geven van een klein beetje lof maakt hen hongerig naar meer. Persoonlijk geloof ik in de kracht van deze tactiek, omdat ik zelf heb gezien hoe het werkt. Het heeft mij veranderd van een verlegen, niet-communicatief persoon in een teamleider die 25 mensen aanstuurde en presentaties gaf voor 100 mensen. Als u deze tactiek gaat toepassen, geef dan specifieke lof. Noem een specifieke prestatie in plaats van algemene vleiende opmerkingen. Zo klinkt uw lof oprechter. Ik herinner me dat toen ik aan mijn tweede baan begon, veel collega's op kantoor me waarschuwden om heel voorzichtig te zijn met een van de werknemers in India. Ze vertelden me dat hij nogal lui is en dat hij e-mails erg laat beantwoordt en dat de kwaliteit van zijn werk niet goed is. Verschillende van mijn collega's hebben zelfs geklaagd bij zijn manager. Het heeft niet veel veranderd. Toen ik eenmaal met hem begon te werken, zag ik dat mijn collega's gelijk hadden. Maar in plaats van me te concentreren op zijn fouten, besloot ik het principe van Carnegie toe te passen. En me te concentreren op kleine positieve dingen en hem oprecht te prijzen. Dus wanneer ik ook maar een klein beetje goed werk van zijn kant zag, prees ik hem voor dat specifieke werk en soms voegde ik zijn manager toe aan een cc. Na enige tijd begon het aantal goede werken toe te nemen en na 7 weken was hij een heel ander mens. Hij werd erg proactief en vriendelijk in zijn communicatie. En het was er niet alleen naar mij toe, maar ook naar anderen. Hij voegde me zelfs toe als vriend op Facebook, wat mijn collega's nooit eerder was overkomen. Hoofdstuk 7. Geef de persoon een goede reputatie om na te leven. Als u iets aan een persoon wilt verbeteren, doe dan alsof die eigenschap al een van zijn uitstekende eigenschappen was. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat wanneer u een gesprek hebt met uw vrienden, een van hen zegt dat hij u kent als iemand die een goed geheim kan bewaren en te vertrouwen is, ongeacht de omstandigheden. De rest van uw vrienden is het ook met deze mening eens. Als u dit hoort, zult u zich zo gaan gedragen. Ook al bent u geen persoon die een goed geheim kan bewaren. U zult heel voorzichtig zijn om deze status niet te verliezen. U zult altijd heel voorzichtig spreken om niet iemands geheim te onthullen en uw waardevolle titel te verliezen. Hoofdstuk 8. Laat de fout gemakkelijk te corrigeren lijken. Als iemand vertelt dat hij geen talent heeft en nooit goed zal worden in iets, hebt u het belang en de hoop op verbetering weggenomen. Zeg in plaats daarvan dat ze het juiste talent en de juiste grondbeginselingen hebben, maar dat ze alleen moeten oefenen om beter te worden. Maak de stappen gemakkelijk uitvoerbaar. Bijvoorbeeld, dansleraar tegen een slechte danser. Je hebt een natuurlijk gevoel voor ritme. Je bent een geboren danser. Hoofdstuk 9. Maak de persoon blij met de dingen die u voorstelt. Dit principe lijkt op een van de vorige principes dat ging over het belang van de ander voor ogen houden. Persoonlijk denk ik dat alleen praten over andermans belangen argwaan kan wekken. Bijvoorbeeld, als iemand alleen over uw belangen praat zonder die van hen. U zou kunnen vermoeden dat niet alles wordt onthuld. Een manier om niet onoprecht over te komen is om van tevoren te erkennen waarom u de actie wilt en dan te praten over de voordelen die jullie beiden genieten. Dit was het voor deze video. Als u het nuttig vond, laat dan een like achter en abonneer op mijn kanaal. Dat houdt mij gemotiveerd om elke week video's voor u te posten. Bedankt voor het kijken en nog een fijne dag!